Hallo, welkom terug weer op mijn kanaal. In deze serie volgen we Danielle en haar zee-aquarium. En ook vandaag hebben we weer een korte update. Sinds kort is mijn sump helemaal klaar. En de inrichting van de kast heb ik nu veranderd. Ik heb nu hier de doseerpomp staan. En hieronder de osmolator en rechts daarvan de doseerpomp. Dit is de Stylophora. Zijn polypen staan nog uit, maar ik vind hem er niet heel goed bij staan. Nu had ik het fosfaatgehalte van mijn water gemeten en dat bleek nul te zijn. Dus ik denk dat dat misschien de oorzaak is. Dus die heb ik nu verhoogd. Omdat mijn aquarium in een opstart of eigenlijk in een doorstart zit, komen er nogal wat algen. Hiervoor heb ik een konijnvis aangeschaft. Dat is ook mijn nieuwe visje en die heet Knabbel. En ik heb hem al goed aan de algen zien eten. Zoals jullie zien heb ik hier aan de knijper ook wat zeesla hangen. Daar eet hij ook van. Dat doe ik om hem even aan te laten sterken. En over een tijdje ga ik de zeesla even weghalen, zodat hij alleen van mijn rif gaat eten. Zoals hier is te zien, is de konijnvis al begonnen met de algen opeten. Dit gaat hem tot nu toe vrij goed af. De konijnvis is nog een beetje schichtig. Of hij het hele aquarium algenvrij kan krijgen, valt nog te bezien. Maar hij is in ieder geval goed op weg. Ook heeft Danielle Aptesia in haar bak gekregen, oftewel de glasanemoon. Deze kunnen koralen netelen en die kunnen hier last van krijgen. Zij wil deze daarom gaan bestrijden. Wil je weten of het haar lukt om deze Aptesia te bestrijden? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook heeft Danielle ineens last gekregen van deze alg. Wil je weten wat voor alg dit is en hoe ze deze gaat bestrijden? Druk dan op de bel, zodat je de volgende video in de gaten kan houden. Voor nu wederom bedankt voor het kijken en we zien je graag terug bij de volgende aflevering.